We hebben wel echt alles uit de kast getrokken, dus social media, kranten. We hebben hier een rondleidingsdag gehad dat je even kon proeven van hey, past dit mij? We hebben speeddates gehad, we hebben vakbladen, we hebben echt van alles uit de kast getrokken. En nu ook nog steeds om te zorgen van nou, we gaan gewoon open. En dat gaat nu dus ook wel lukken. Hoe komt het nou dat het zo lastig is om daar personeel voor te vinden? Want je zou zeggen, ja, daar heeft personeel in het ziekenhuis gewerkt. Niet iedereen komt bij het St. Janssen aan de slag. Personeel te over, wat staat te springen om daar weer aan de slag te gaan? Zo is het dus niet. Nee. Er is in algemene zin echt een schaarste als het gaat om de zorg. En met name dus echt op OK-personeel en verpleegkundigen. Voorheen wisten we natuurlijk nog niet dat we de week ziekenhuis op deze manier gingen openen. Dus ja, logischerwijs hebben natuurlijk andere mensen een baan gevonden inmiddels. Hopelijk... dat we daarin weer een nieuwe beweging terug kunnen krijgen. En dat lijkt dus echt wel goed te lukken, moet ik heel eerlijk zeggen, op dit moment. Dus we kunnen nu ook echt zeggen dat we per 30 september open gaan. Je kunt dan denken aan operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, recoveryverpleegkundigen, reguliere verpleegkundigen. En ja, daar is dus nog één cruciale functie die we echt wel heel graag nog zouden in willen vullen. En dat is de anesthesiemedewerker. Jonathan van Dijk, jij bent anesthesiemedewerker in opleiding. Wat houdt het in het vak? Ja, als anesthesiemedewerker ondersteun je de anesthesioloog bij de anesthesie, zoals we dat noemen. En dat kan bestaan uit alleen maar pijnstilling, maar ook uit narcose en het overnemen van de ademhaling bijvoorbeeld bij patiënten die geopereerd moeten worden. Cruciale functie dus, waar te weinig interesse voor is. Wat is daar volgens jou de belangrijkste verklaring voor? Ja, ik denk dat het vooral zit in de onwetendheid van het bij mensen over dit beroep. Zij associëren de operatie vaak wel met narcose, maar hebben geen idee van wat daarbij komt kijken. Dat daar een team achter zit, dat zo'n anesthesioloog dat niet in zijn eentje kan. Die heeft daar gewoon een anesthesiemedewerker voor nodig om dat veilig en goed uit te kunnen voeren. Andere oorzaak zou eventueel kunnen zijn dat de opleiding tot anesthesiemedewerker, die wordt op dit moment nog vooral ook door ziekenhuizen geëxporteerd, zeg maar, die voorzien daarin. En die zijn verantwoordelijk om leerling anesthesiemedewerkers aan te nemen. En op het moment dat er een overschot is, dan wordt er dus niet opgeleid. En op het moment dat er dan weer een tekort is, zoals op dit moment, dan leidt dat ook weer tot tekorten in anesthesiemedewerkers die hier beschikbaar zijn. Josje Graafland van het St. Jansdal. Het ziekenhuis zeker dus nog goed met deze functie zit, maar wel duidelijk dat beddenhuis daar in Lelystad weer open kan. Ja, nee, dat is inderdaad 30 september. Dat is nu zeker.